Er zijn geen agenten betrokken in de geruchtmakende drugszaak van de Tafelberg. Dit zei hoofdinspecteur Judy Drachtenstein aan onze nieuwsdienst. Drachtenstein zegt dat het onderzoek vordert. Omdat er een militair is aangehouden met de drugs, is de militaire politie ook belast met de zaak. Er is één verdachte samen met de drugs aangehouden. Die andere verdachten zijn al in beeld gebracht en aan hun opsporing wordt gewerkt. Moeten we hebben van die verdachten. Ja, okay. Toch, we suggereren niet, we maken geen verhaaltjes. Wat de verdachten verklaren, dat zetten we op papier en dan kunnen er eventuele en conclusies getrokken worden die je voor jezelf houdt, maar de politie trekt geen conclusies. Je moet daarvoor bewijzen hebben, concrete bewijzen. Drachtenstein zegt dat het vooralsnog niet bekend is wat de bestemming was van de drugs van de Tafelberg. Als er een mogelijk verband is tussen die zaak en het drugsvliegtuig dat de Apura is aangetroffen, is ook nog niet bekend. Drachtenstein besluit met te stellen dat er in de Apura-zaak nog geen verdachten in beeld zijn gebracht.